jaar 1986 hebben die opgraven plaatsgevonden. En daar hebben we veel muurwerk gevonden, stenen. En ook enkel heel bijzondere fragmenten die versierd waren. En ook stukken van beelden. En ja, dat moest bijna een grafmonument zijn. Maar we hebben dat eigenlijk zo goed mogelijk geprobeerd te reconstrueren. Daar heeft dus een rechthoekige muur omheen gezeten, zeg maar de graftuin. Een muur van ongeveer van 30 meter bij 26 meter. Dus ongeveer 60 centimeter hoog. Is gemaakt van kolen zandsteen. En daarbinnen lag een heuvel van ongeveer 4 tot 5 meter hoog. Een ringmuur eromheen. Doorsneden ongeveer 20 meter. Op een gegeven moment is dat grafmonument helemaal komen te vervallen. En ja, mensen in deze regio, in de late middeleeuwen, wisten gewoon van hey, daar ligt allemaal puin, daar ligt een vreemde heuvel. Ja, wie heeft dat nou gemaakt? Ja, niemand kon zich natuurlijk herinneren dat het Romeinen waren. In die tijd werd dat heel vaak verteld, dat het werd er een mythische verklaring aan gegeven. Dat waren de kabouters die dat gemaakt hebben. En vandaar, en het was een hele grote heuvel, hier moet de kabouterkoning gewoond hebben, of die woont hier. En zodoende is dat is het verhaal doorverteld eeuwenlang, tot in de 19e eeuw. En daar heeft iemand uit deze omgeving heeft die verhalen opgetekend. Bij een bank hier met een feest hier. Ja, dat is. Die was nog 30 geleden.